Zo, we zitten terug aan onze praattafel. En deze keer heb ik er de directeur van de basisschool hier in Stade bij gehaald. Benny, hoe voelt het aan om al dat volk hier over jouw vloer te zien komen, zal ik maar zeggen eigenlijk? Ja, fantastisch om eigenlijk zoveel volk op mijn domein te zien. Het is heel leuk om een keer alle Stadenaars zelf hier op het basisschoolpleintje te zien. Ik had niet verwacht dat er zoveel volk ging zijn, maar het is wel fantastisch natuurlijk. Het weer doet er ook wel veel toe en het is ook heel veel te doen voor zowel de kinderen als de volwassenen. Dus super gedaan. En bovenaan komen er zelfs een paar bekende medemensen over jouw domein wandelen ook, hè? Ja, inderdaad. Daarnet de Catnet-band. Ja. Laura Tesoro zie ik ook ergens hier in de buurt zitten. Remo van het Groene Woud komt ook nog langs. Ja. En Ornelis heb ik ook vernomen die nog komt. Dus heel wat bekende Vlamingen en ook bekende Stadenaars komen ook nog, of zijn hier ook al gepasseerd. Dus, is zo'n dag zoals vandaag, kan die belangrijk zijn ook voor jullie, als, ja, zal maar zeggen, als publiciteit voor de school? Kan natuurlijk altijd. Veel mensen weten niet dat hier een school aanwezig is in Stalen, toch hier, zo'n grote school. Ja. Het is een groot domein, prachtige locatie eigenlijk ook. Ja. Dus heel veel mensen komen nu op ons domein en weten nu misschien ook dat er een school is. Dus wie weet, valt daar ook nog iets van te rapen. Iedereen is altijd welkom natuurlijk, er is nog uitbreiding mogelijk. Hoeveel, ja, ik ging het net vragen, hoeveel kinderen zijn er momenteel ingeschreven bij jullie? Op dit moment, ik ben een heel kleine school, op dit moment zijn er 50 leerlingen. Ja. Wat toch mooi is het voor een... Oh ja, uiteindelijk is het wel moeilijk om met 50 leerlingen een school draaiend te houden, wat wel zo is. Allee, het is wel zo, als je weinig leerlingen hebt, heb je sowieso wel veel tijd per kind om te spenderen. Ja, dus de kinderen staan hier centraal. We kennen ook al onze kinderen bij naam, we weten ook altijd alles wat er gebeurt bij de kinderen. Dus het kind staat hier echt ook wel centraal. Hoe hebben de kinderen dat eigenlijk meegemaakt? Want ze hebben ook die voorbereidingen meegemaakt, zeg maar, de afgelopen week, veronderstel ik dan? Ja, vooral donderdag en vrijdag was het een drukte van jouw stop ons domein. Het meest indrukwekkende was natuurlijk de grote tent die hier in no time eigenlijk opgezet werd. Al per 2 uur denk ik dat deze grote tent er stond. Het was voor de kinderen natuurlijk wel een fantastisch ding om eens mee te maken. Ook het opzetten van een draaimolen. Als je naar een kermis gaat, zie je alles al staan. Nu komt het hier gewoon ingepakt en alles is van nul opbouwen. Is ook wel eens leuk om mee te maken. Dus het is een unieke ervaring eigenlijk voor de kinderen. Als slot, Benny, wil ik nog vragen, jij als directeur van deze school, is er iets waarvan je zegt van, kijk, dat zou ik heel graag bereiken in mijn loopbaan, hier op deze school, als directeur zijn? Graag bereiken. Ik zou graag hebben dat mijn school nog wat groeit, want uiteindelijk binnen Staden zijn een aantal scholen. Iedere school probeert natuurlijk zijn best te doen, maar we zijn op de goede weg. De mensen moeten ook de weg vinden naar onze school. Ik denk dat er meer en meer mensen ook vanuit Staden de weg vinden naar onze school. Als ze ook durven binnenkomen, dan kunnen we ook proberen uit te leggen hoe we werken. En dan zien de mensen inderdaad wel dat het goed is. Dat het hier ook minstens even goed is als bij de andere scholen. Dus mijn droom is dat we hier nog heel wat kunnen groeien. Op naar 100 leerlingen, laten we daarvan uitgaan. 100 zou wel heel mooi zijn. Ja, oké, voilà. Bij deze is het genoteerd. Benny, bedankt voor deze korte babbel en vooral bedankt dat je de deurenwagenheid hebt ingezet voor dit bureau. Geen probleem, dankjewel. Alsjeblieft.